We staan hier in de grote zaal van Hotel Riche en hier heeft vanavond iets te doen. Kunt u zich even voorstellen? Goedenavond, ik ben Meijnerd Sap. Ik ben de organisator van deze avond. Hier komen vanavond 23 mensen uit de provincie, speciaal voor de politieke partijen en de waterschappen. En de bedoeling is dat de mensen allemaal geïnformeerd worden over wat de verschillende partijen allemaal betekenen. U zegt 23 mensen van de provincie. Zijn er een heleboel. Komen die ook allemaal aan het woord? Die komen allemaal één voor één aan het woord. In eerste instantie hebben we een pitch, dus dat iedereen zijn eigen 30 seconden kan voorstellen. En daarna gaan we in debat. Hierboven wordt de podium in gereedheid gebracht nu. En daar komen we elke keer met drie partijen, worden daar de stellingen doorgenomen en besproken. En dan kunnen de mensen uit de zaal reageren. Dus er zijn steeds drie mensen van een andere partij? Alle drie verschillende partijen. En we hebben vier lijsttrekkers uit de provincie die hier zijn. Waar Dekkers, Erik Ronners, Mark Oudenhoven en van de Partij van de Dieren ben ik de naam even kwijt. Die is er in ieder geval ook. Die komt uit Breda zelfs helemaal hier aan toe. Dus wat dat betreft hebben we eigenlijk een hele grote respijt gekregen. Boven onze verwachtingen. Want ik ben er eigenlijk ontzettend druk mee geweest. Ja, dat geloof ik, ja. En u bent echt initiatiefnemer van deze avond? Ja, helemaal. Ik ben ermee begonnen. Ik kwam erachter dat we in Boxmeer drie lijsttrekkers hebben. Dat is namelijk Erik Ronders, Waard Dekkers en Oudenhoven. Die hebben in principe hebben die allemaal connecties met Boxmeer. Waard Dekkers is hier geboren en die heeft 18 jaar op de Elsendal gezeten bijvoorbeeld. En Erik Ronders woont er nog. En Mark Oudenhoven, ja, die is overloon. Dus in principe hebben die alle drie zaten die in de raad van Boxmeer. En daar had ik vrij veel contacten mee in het verleden. En daar ben ik met ze gaan appen. Of dat ze interesse hadden in de avond. En die drie zeiden ja. En toen zijn we het helemaal landelijk gaan uitsmeren aan alle politieke partijen. En de links en rechts kwam er steeds eentje bij. Zelfs vanmorgen nog een. Oh, dat is wel heel interessant, ja. Maar er zijn ook mensen van Waterstaat. Heb ik dat goed? Ja, van Waterschap zijn ook 9 kandidaten. En die komen ook allemaal aan de beurt achter die tafel? Aan de beurt. Eerst gaan we met de waterschappen aan tafel. Dan gaan we dus de stellingen, we hebben geloof ik 11 stellingen van de waterschappen. En die worden dus ook elke keer met 3 man worden die tegen elkaar in debat gegaan. En dan kunnen de mensen daar informatie verlenen. Dus het is echt heel informatief. Het is niet van jongens, kom op mij stemmen, want ik ben de beste. Het is niet de bedoeling dat we hier, ja, uiteraard gaan de mensen horen wat ze zeggen en daardoor wek je de indruk dat je dus wel of niet op die politieke partij moet gaan stemmen. Uiteraard wens ik dat ze het liefst op onze partij gaan stemmen natuurlijk. Dat is Partij van de Arbeid, GroenLinks. Nou, we zijn als hier in Land van Kuik zijn we als eerste, of nee, als tweede gemeente in Nederland die de Partij van de Arbeid, GroenLinks in het college hebben. Gezamenlijk dat we dus één partij zijn. En nu is dat landelijk, is dat nu overgenomen. En nu voor de Eerste Kamer gaan ze ook samen. En ik had in Den Bosch, waar we afgelopen 3 weken terug waren, in Den Bosch hadden we allebei, GroenLinks en PvdA, allebei in de zaal debat. En uiteindelijk zijn ze samengevoegd allemaal. En wij waren daar voorloper. Dus ik heb daar met de grote mannen ook allemaal nog leuk kunnen praten en kunnen discussiëren. Het is wel heel fijn dat het allemaal in het goede gaat. Ja, prima. En zoals er nu de peilingen zijn, worden wij de grootste van Brabant. En daardoor hebben we dus de meerderheid dadelijk in de Eerste Kamer. Er zijn ook nog mensen met een groen jasje aan, heb ik begrepen. Ja, en die hebben ook een hele grote partij? Die hebben ook een hele grote partij, dat is het CDA. En uiteraard, elke partij is bij ons hier welkom. En ik wil gewoon de mensen informeren over wat er een politiek allemaal wel of niet te halen is. En het is dus ook jullie bedoeling om de mensen te motiveren om volgende week toch te gaan stemmen? Want anders gebeurt er niks, hè? Nee, natuurlijk. Want bij een lage opkomst zijn de landelijke partijen meestal niet in het voordeel. En uiteraard is er nu voor de Eerste Kamerverkiezingen is het heel belangrijk wat voor partijen daar de boel voor het zeggen krijgen. Dus we wachten in spanning af wat het volgende week gaat worden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. En ik wens voor iedereen vanavond, van de week wordt het uitgezonden, heb ik begrepen. Hoop ik dat de mensen er thuis ook een hoop van kunnen opsteken. En daarbij uiteraard mij niet vergeten. Goedenavond. Hartelijk dank.